Na de branden in het Zand in 2007 en in Veendam in 2010 was het vorig jaar de beurt aan Winschoten. In een half jaar tijd werd er 70 keer brand gesticht in de molenstad. In 17 gevallen zouden de branden zijn aangestoken door Danny F. en Miranda F. En dus eiste het Openbaar Ministerie vandaag forse straffen tegen de twee. Aangeschoven is misdaadverslaggever Peter Steinvoort. Peter, jij hebt de zaak voor ons gevolgd. Wat voor indruk maakte de verdachte op jou? Nou, Miranda F. die kwam vanochtend glimlachend de zittingszaal binnen. Begroette haar familie. Maar die opgewektheid was eigenlijk van korte duur. Want toen ze ondervraagd werd door de rechter, barstte ze al snel in tranen uit. Danny F. was een stuk moeilijker te peilen. Toonde weinig emoties. Leek af en toe afwezig, alsof het om iemand anders ging. En maakte bijvoorbeeld ook geen gebruik van het laatste woord, wat verdachten vaak doen. Miranda deed dat wel. Ze toonde berouw en liet weten dat het haar allemaal spijt. Danny F. wordt neergezet als hoofdverdachte. Is dat terecht? Nee. Miranda zou wel onder zware druk van Danny hebben gestaan, is het verhaal van de advocaat van Miranda F. Hij zou zelfs gedreigd hebben om de woning van haar schoonouders in brand te steken. Maar als je hoort wat ze verklaard hebben bij de verdachte bij de politie, dan komt daar toch een heel ander beeld uit naar voren. Op de avond bijvoorbeeld van de uitslaande brand aan het Marktplein gingen ze samen gezellig naar het casino in Oude Pekela. Ze zijn in de stad Groningen geweest. Reden vervolgens terug naar Winschoten, waar ze eindigden dus op het Marktplein. Ja, de rest is eigenlijk geschiedenis. Hij werkte tot zijn arrestatie als lasser en zij als vrijwilligster bij de dierenambulance. Danny en Miranda F., beide 26 jaar oud. De twee woonden onder hetzelfde dak hier aan de Blijhamse straat. Geen familie of geliefde, maar huisgenoten dus, met een gezamenlijke passie. De rechtbank, het gaat staan. En vandaag stonden ze gezamenlijk terecht. Het Openbaar Ministerie verdenkt ze van 17 branden en pogingen daartoe, waaronder een brand aan het Marktplein begin oktober vorig jaar. En deze brand, een paar weken eerder in een leegstandpand aan de Torenstraat. Boven het winkelpand bevonden zich flatwoningen, waarin op het moment van de brand mensen lagen te slapen. Sommige bewoners moesten door de brandweer door de rook heen uit hun huis gehaald worden. Er hadden gewonden en ook doden kunnen vallen. Danny F. werd uiteindelijk op hete daad betrapt tijdens een poging tot brandstichting in een clubgebouw van de plaatselijke ijsvereniging in Blijham. Niet veel later wordt ook Miranda opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie is de impact van de branden enorm geweest en hebben de inwoners van Winschoten af en toe doodsangsten uitgestaan. De branden waren 2 maanden lang het gesprek van de dag. Niet alleen tijdens het uitlaten van de hond, maar ook aan de eettafel, in de sportkantine en op het schoolplein. In een aantal gevallen meldden inwoners zich ziek op het werk en brachten de mensen de nacht in hun woonkamer door omdat ze de slaap niet konden vatten. De onvoorspelbaarheid dat men zelf aan de beurt kon zijn, leefde in veel huishoudens. Het Openbaar Ministerie eiste tegen Danny F. 3,5 jaar cel in TBS met voorwaarden. Miranda F. moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Peter, ze hebben allebei een volledige bekentenis afgelegd. Toch hecht de advocaat van Danny F. daar weinig waarde aan. Waarom? Ja, dat klopt. Het Openbaar Ministerie had in het geval van Danny ook nog 11 ad informandum zaken toegevoegd. Dat zijn strafbare zaken die wel op de dagvaarding staan, maar tijdens de zitting niet inhoudelijk worden behandeld. De rechter kan deze feiten meenemen in de uiteindelijke strafmaat, maar dan moet de verdachte daar wel toestemming voor geven. Ja, en dat deed hij niet. Er liggen bekentenissen. Ik zeg dan liever, de verdachten hebben omtrent hun betrokkenheid bij de feiten verklaard. De vraag is voor al die feiten of dat ook een bekentenis is. En daarvoor is wel nodig dat de bekentenis overeenstemt met bijvoorbeeld de manier waarop de brand is gesticht. Is dat ook de reden waarom de straf voor Danny F. ook lager uitvalt? Ja, dat klopt. De advocaat is er dus kennelijk van overtuigd dat er in die zaken te weinig bewijs tegen zijn cliënt ligt, ondanks die bekentenissen dus. Het Openbaar Ministerie heeft daarom besloten om met een nieuwe dagvaarding te komen waar deze zaken alsnog op worden gezet, zodat ze inhoudelijk behandeld kunnen worden. Nou ja, dat betekent zoveel dat Danny F. binnenkort zich dus opnieuw voor de rechtbank moet verantwoorden en dat zijn straf uiteindelijk hoger kan uitpakken. Peter Steinvoort, dank je wel.